bij alweer de allerlaatste aflevering van Fietsen met Forza. De serie waarin wij de mooiste fietsroutes voor u hebben uitgelicht. Voor deze laatste aflevering zijn we afgereisd naar het buitenland. We staan hier in Hasselt in België. Tijdens deze laatste aflevering fietsen wij niet één, maar twee routes. Beide routes duren ongeveer 1,5 uur. Voor deze routes heb ik de Giulia meegenomen. Deze heb ik meegenomen omdat het ook de absolute topper is van de Forza collectie. Vandaag komen we langs een hele bijzondere fietslocatie. Jullie zijn vast benieuwd welke dat is. Maar dat zien jullie zo. Dus, ga je mee? Mooi, hè? In de bossen rond het plaatsje Bokrijk ligt fietsen door het water. Het hoogtepunt van deze route. Fietsen, of nou ja, lopen door het water, wordt hier wel heel letterlijk. Dit pad ligt er al sinds 2016 en is een echt trekpleister voor dit plaatsje. Logisch, want waar zie je dit nou? Dit was alweer het eerste deel van deze aflevering. We gaan nu door naar de volgende locatie. Inmiddels zijn we aangekomen bij het tweede deel van de route. Fietsen door de bomen. Ook deze route duurt ongeveer 1,5 uur. Maar voordat we deze route gaan fietsen, eerst even bijkomen. Vandaag beoordelen wij een echt Vlaams gebakje. Gebak maken, dat kunnen ze wel in België. Ik geef dit gebakje 7 van de 10 Forza-punten. Zoals jullie misschien achter mij wel zien, zit ik voor een natuurkunstwerk. Dit kunstwerk is gemaakt van duizenden wilgentakken. Het kunstwerk typeert ook het thema van deze omgeving. Inmiddels zijn we aangekomen bij fietsen door de bomen. Op deze plek kun je ook letterlijk door de bomen fietsen. Je fietst hier namelijk op een plateau van maar liefst 10 meter hoog door de toppen van de bomen heen. Kortom, wederom een prachtige en unieke locatie. Dit was alweer de allerlaatste aflevering van Fietsen met Forza, seizoen 1. Wij hebben ontzettend genoten van de prachtige routes afgelopen seizoen. Hebt u nou ook genoten? Laat het ons weten en wie weet, tot een volgend seizoen.